Deze beschouwing. Die gaat over het woord moederskind. Dus ze zeggen in het Latijn hè, van de, nomen omen res. Dat is de. Goed zeggen. De, de, de dialect. Nee, wat is dat nou? De trits. De drie-eenheid. Nomen, dat is het woord, de naam. Omen, dat is de betekenis. En res, dat is het ding waar het om gaat. En een ding moet je dan ruim zien. Uh, uh, zeg eens wat. De bus missen. Dat is een ding. Dus iedereen weet wat dat inhoudt. Oh, dat is wel een ding, zeg. Maar op zich is de bus missen. Kijk, de bus is natuurlijk een ding. Maar het missen van de bus. En vooral dat zure gevoel dat je aan naar het reisschema kijkt en denkt... oh, nee. Oh, nee, is een uur. wachten. Rabbi? Ja, we kennen het allemaal. Het missen van de bus is wel degelijk een ding. Dat is dus res, op zo'n Latijn. Ik vind Latijn een lelijke taal. De... Totaal niet sexy. Uh... Dan vind ik dat eigenlijk van elke taal behalve Nederlands. Dus kun je dat er tegenin brengen. Maar Latijn vind ik wel heel erg lelijk. En dat mag. Dat is mijn eigen mening. Dus, uh... Dat zei mijn moeder ook nog een tijdje terug tegen mij. Jongen, weet je wat ik in jou echt vervelend vind? Nee, weet je wat ik nou echt vervelend vind in jou? Nou. Als jij een mening hebt, hè? dan blijf je er altijd bij. Maar ik ben geen moederskent. Dat is van duidelijk. Het verschil tussen mij en mijn moeder is dat ik pas een gedachte uit nadat nou ik tussen aanhalingstekens zeker weet waar ik het over heb. En als ik dat niet weet, dan stel ik mij afwachtend op in een discussie en ga ik luisteren. En als er iemand zegt. Elvis Presley is een hele goede zanger. Dat ik denk, en ik ken Elvis Presley helemaal niet. Hè, dan denk ik, oh. Oh, nou dan. Uh, hoe schreef je dat? En dan ga ik even luisteren. En eens luisteren wat andere mensen zeggen van Elvis Presley. Ja, toch? Maar kwantummechanica, smaar, theorie. Uh, daar is ook allemaal heel erg open voor gestaan, hoor. En ik zeg nu: uh, dat is een liederlijke nonsens. Dat is gefantaserende ruimte. Ja, maar met kwantummechanica kunnen ze echt wel wat. Ja, wat dan? Nou, uh, quantumcomputers. Oh, oh ja, heb je er ook één gekocht bij Mediamarkt? Die waren in de aanbieding, hè? Nu drie quantum computers voor de prijs van twee. Ga ja, er weg. Welke quantum computer is er nou? Heb je een snaartheorie computers? Snap je? Ik ben geen moederskind. Ik weet dat het onzin is. En als ik dan op een verjaardag kom en mijn moeder die gaat iets positiefs zeggen over kwantummechanica. Nou ja, dat doet ze dan niet. Maar een tijdje terug was ze heel positief bezig over die geweldige ontwikkeling: dat kinderen op jonge leeftijd al een gendertransitieoperatie kunnen ondergaan. En vroeger had je dat toch niet? Nee, toen lieten we de kinderen lekker buiten spelen. En nu sturen we ze naar het ziekenhuis toe. Laat je pik maar afsnijden. Ik ben geen moederskind, nooit geweest. En mijn moeder heeft ook. Al, was ik al erg, dat is niet zo heel lang geleden. Dat ze in gezelschap zei... Van, ja, dat was met Perry, Dat was die zes. En had hij een bibliotheekkaart. En had hij allemaal van die hele ingewikkelde boeken nam die mee. Dat vond ik eng. Dat is mijn moeder over mij. Ik ben nou dankbaar dat ik geen moederskind ben. En dan moet je weten, ik had een bibliotheekkaart met een witte stip. En als je dan zeven uh, was, dan kreeg je er een met een gele stip. En dan kreeg je er een met een groene stip. En dan uh, met een rode stip. En dan uiteindelijk had je geen stip. En dan mocht je alles heb ik ook nog meegemaakt, maar toen had ik de bibliotheek al laat. Dat was maar nou gewoon zo'n lokaal bibliotheekje. Best leuk hè, uit die tijd. Ik woonde in zo'n schattig flatgebouw en dan was het halverwege de weg naar school. en was de bibliotheek. Een mooie tijd eigenlijk, als ik erop terugkijk. En ik ben geen moederskant. Ik heb ook nooit het idee gehad dat mijn moeder om mij gaf. Ik heb wel een hekel gehad aan mijn moeder. Ja, nu niet meer. Of een hekel. Ik, uh, teleurgesteld. eh. Uh, Zoiets, boos is ook een woord. Je kan ook zeggen verdrietig. Iets met uh, emoties. En dat moet je niet hebben naar je moeder toe. Want weet je wat je dan wordt? Dan word je een moederskind. Dat is een soort wet. Dat wat je haat is een toonbeeld van een verborgen, zware, diepe liefde en hang. Jesse Lee Peterson, die Amerikaanse uh, reverend, heet je dat dan? Ik zou zeggen een voorganger of zo. Het oude woord is bischop. Ja, dat is dan weer geclaimd door die katholieken. Niet die, ja, bischop, dit is trademark van de Catholic Church of zo. Dus Dat mag dus niet meer, maar goeie, reverend heet hij dan. Zo'n voorganger. Met een radioshow. Een phone-in-show. En die man is een neger. Daar kan hij ook niks aan doen. Ik ben blank, daar kan ik ook niks aan doen. Hij is geboren op Yaha, een plantage... Dat was dus nadat de slavernij was afgeschaft. Zelfs in Alabama. En wie zegt het probleem van de zwarte, de blacks, hè? wij zeggen dan negers, maar dan mag je daar dat is een normaal woord hoor. Komt uit het Latijn, Niger. Je hebt ook een land in Afrika. Je hebt een rivier, nee, je hebt een rivier in Afrika. Die heet de Niger. Je hebt een land eromheen. En dat heet Nigeria. Dat komt van Niger. Dat komt van neger. Hij is een neger. Ik ben een blanke. Ik, uh, ik begeer zijn lot niet. En ik hoop van harte... Maar dat ben ik wel zeker... Dat hij mijn lot ook niet begeert. Door hij heeft een beroemde radioshow... En hij mag wel lekker om zes uur morgens beginnen en ik niet. Want dan zijn de cliënten van mijn baas uh, nog niet wakker. Dus ik, uh, ik mag pas om negen uur. En dan ga ik lekker schoonmaken. He, je begeert elkanders positie niet. Dat slaat nergens op. Als je dat doet ben je een moederskindje En dat is niet de bedoeling. Ik denk ook dat het Amerikaanse woord motherfucker... Zeg, moederneuker. Dat zijn moederkindjes. Terwijl eigenlijk is het een tautologie. Het betekent... Dat motherfucker, dat betekent... Dat is weer nomen, omen, res, hè. Maar de, 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 de. mijn punt is, ik ben een motherfucker. Ik heb... Nou ja, goed, daar is dan een beetje twijfel over door Peter Bosman. Maar ik ben er altijd van uitgegaan dat ik die vrouw zwanger heb gemaakt. Dus dan heb ik een vrouw tot moeder geneukt. Want daarvoor was ze geen moeder. En toen heb ik seks gehad. Ik dacht dus dat het van mij was, maar... Only time will tell. Maar toen noemde ik mezelf uh, vrij trots... Uh, I'm a motherfucker. En mijn kind die keek me zo aan. Mijn wettig kind. Die keek me zo aan. Uh, zeg je nou, pap? Zeg, ja, jij bent er toch. Wie denk je dan dat je moeder heeft zwanger gemaakt? Oh, ze bedoel je dit? Nou, dat laatste moet ik er nou nog een keer eerlijk met haar uh, even rustig voor gaan zitten. Met een glas kersenbonbons of zo. Ja, toch? Maar met een motherfucker wordt bedoeld dat het iemand is die eigenlijk seks wil met zijn eigen moeder. En als jij de Bijbel er nog een keer bij pakt, dan weet je dat op die boot van Noah... ...daar zaten behalve Noah nog zeven mensen. Dus in totaal acht. En dat was Noah en zijn vrouw, zijn drie zonen en hun vrouwen. En één van zijn zonen heeft het gedaan met mama. Jojo, dat kreeg Noah te horen van die twee broers. Terwijl jij besopen was, heeft zij. Dus, nee, heeft hij. Die, ja, die twee broers die zeiden tegen die vader: terwijl jij uh, totaal nokkie nokkie lag van je eigen gebouwde wijn. Heeft uh, Hempie uh, jouw naaktheid gezien. En dat is mij altijd uitgelegd dat Noah zo besopen was dat hij in zijn blote kont in de tent lag. En dat is één uitleg. En die andere is dat... Uh, omdat de naaktheid van een man is zijn vrouw. Ja. Als je, een, een, je hebt een man en een vrouw. En als je die man dan zijn kleren uittrekt, dan denk je van ja, en nou? Eh? Maar als je die vrouw haar kleren uittrekt dan zie je de naaktheid van die man. Dan schaamt hij zich. Ja, toch? Dus die ene zoon van Noah, dat was dus de, dat was de eerste mannenvakker. En daar is het volk Kanaan uitgekomen. En die gingen ook wonen in Kanaan. Ah. Dat land werd Kanaan genoemd. Want daar wonen de Kanaan niet aan. De hondentuig. Ja, zo staat het in de Bijbel. Dus. Ja, jongen, kan het in de Bijbel dan niet wat vriendelijker staan, Perry? Want tegenwoordig, we zijn zo kwetsbaar in onze zieltjes allemaal. We zijn allemaal moederskindjes. En we kijken dan wel naar geweldsporno. Maar wat je nou vertelt, dat kan niet. Wat zei je ook alweer? Hondenteug? Nou, dat kan niet hoor. Het zijn wel mensen, weet je wel. Oh, ja. Wat je haat, dat ga je stiekem worden. Ja, ik laat maar even een pauze van. En je kan zeggen: ik ben een tijd lang een moederskindje geweest. Twee, drie jaar lang. Uh, ben ik op dranktherapie geweest. Helemaal zelf bekostigd. En dat was echt heel moeilijk. En ik kon nog helemaal niet meer werken. Dat vond ik ook niet verantwoord. Dus. Nou, het was niet heel duur. Maar. Het heeft me wel mijn bedrijf gekost. Maar ja, dat was nu toch failliet geweest. Dus ik heb er eigenlijk niks aan verloren aan die dranktherapie. Behalve uh... ja, dat ik wel redelijk goed contact heb gehad met de cachera's van de lokale supermarkten. Ik ben er zelfs nog een keer toegeroepen door een oudere vrouw. Die zei: Van hé, hey, was er een andere supermarkt in Verbouwing? Oh, nu ben je hier. Ja, ik mijn dochter die werkt in die andere. Toen dacht ik, nou, toch een keer kennis maken dan. Dan moet ik me zo afvragen, welke cachère is het dan? <laughs> ik denk dat ze Manon heette, maar daar weet je dan niet zeker. Best een aardige vrouw. Zo van, nou, je moeder zag me wel zitten. Dus. <laughs> uh. En toen heb ik nou al die heb ik mijn moeder gebeld. En mijn moeder zo, yo, nou, wat is er dan? Ja, ik, ik kan even zeggen dat uh, je had al de indruk dat ik behoorlijk aan de zuip was. En dat was ook zo. En dat was omdat ik ontzettend gefrustreerd was. Maar nu niet meer. Over jouw gedrag. Ik heb er niet achteraan gezegd: ik heb je vergeven. Dat zei ik wel impliciet natuurlijk. Want ik zei: ik was gefrustreerd, ik was boos, maar nu niet meer. Maar misschien had ik moeten zeggen: ik heb je vergeven. Aan de andere kant is mijn moeder ook niet zo taalkundig. Dus ja, je kan het wel zeggen, maar. Ze houdt er nog steeds iets van achterover. Nou, zeg, ik heb iets gedaan en dat bevalt me hier niet. Nou, mijn moeder heeft wel meer dingen gedaan die we helemaal niet bevielen. Mijn moeder heeft mij verboden om te vissen. Dat is waarlijk de grootste kutstreek die die B heeft kunnen doen. Ja, dat is, dat is. Ik neem het daar verder niet kwalijk. Zij kan er niks aan doen. Wat zij kon, zij kon mijn vader verleiden en ze kon zwanger worden. En de rest, ja, niet echt. Ja. Tja. En hoe kan ik haar dat kwalijk nemen? Kijk, ik heb een contract met online. Dat is mijn service provider. heel aardig bedrijf. Dus, uh, gratis reclame. En als mijn internetverbinding het niet doet, dan ga ik klagen. Dat lijkt mij uh, wie dus. Of niet. Want ik heb een contract met online. Maar ik heb geen contract met mijn moeder. ...over de te leveren diensten. Ofzo. Of uh, het bedrijf waarvoor mijn moeder gewerkt heeft... ...dat ik dat bedrijf aan kan klagen. Van, Wat is dat voor een kutmoeder? Daar mag ik niet eens van vissen. Ik vind dit niet acceptabel. Kijk, op het moment dat ik niet meer kan mailen... ...dan heeft uh, meneer online, mevrouw online, team online... Uh, toch ...echt een probleem. denken die jokers wel niet ik betaal toch, uh, wat is het, 32, nee iets meer, 30, 40 euro in een maand. Nou, dan wil ik wel dat het werkt. Maar met je ouder heb je dat niet. Ja, met je moeder ook niet. En dan heb je van die moeders en die denken, nou, ik ga mijn zoon verbieden om te vissen en daar zal hij een grote jongen van worden. En wat is daar de achterliggende gedachte bij? Het punt was, ik ving niks. Nou, ah, niet niks, maar... Als je dan een keer wat vangt, dan... Oh, oh, nee, ik... Oh, oh, ik heb wat gevangen. En mijn moeder dacht... Die jongen die zit er maar urenlang niks te doen. Dat is zielig voor de vissen. Het is niet haar beste move geweest, hè? Dat was niets meer dan vervelend. Dat is gewoon kinderpest dan. En ik weet nu dat, dat het algemeen is. Ik dacht dat ik een hele vervelende moeder had, maar... Nee. Zo zijn... Uh, ja, 80% of zo. Als je alleen al een moeder hebt, hè, die jouw vader de les leest, dan heb je al een kutmoeder. Ja, ik, ik zeg het maar even. Hoor. Kijk, het punt is, dat als jij ziet dat de ander een verkeerde insteek heeft. Een fout heeft gemaakt. Uh, iets van plan is wat niet goed uit gaat komen. Uh, je hebt meer inzicht dan die mensen. Nou, dan hoor je ook inzicht te hebben in het doorgeven van inzicht. En dat betekent dat je zo iemand kort toespreekt zonder emotie. Dat houdt in. Vriendelijk. Maatschappelijk. Qua maat. Hè. Uh, ja, maatschappij. Is beperkt. Hè. Vriendelijk en beperkt. Niet gelijk gaan doordrijven. Oh, eerst even een klein beetje. En vooral vragen stellen. En je gaat vragen stellen. En dan kan het heel goed zo zijn dat bij de tweede vraag die persoon je aankijkt van, oh wacht, ik bedenk me wat, ik ben zo terug. Wat ik jij denk, ja precies. Wat je niet doet, dat is jouw inzicht gebruiken om een ander uh, ten overstaan van andere mensen te zeggen, ...hij, dit, niet bio... ...hij, niet, ja, dat, is, dat is Japans. Dat doen we hier niet. Hoop ik. Maar dat doen we dus wel. Ik, ik heb achter mij. Hebben ze, ik woon in zo'n voormalige. Het is dus niet echt arbeiderswijk. Maar burgerwijkje of zo. Dat is opgebouwd in 1960. de jaren 60. Leuke vlekjes, zonder lift. En het stuk waar ik dan zit, dat hebben ze laten staan. En dat is verheven tot gemeentemonumenten. En de rest is allemaal gesloopt. Er zitten nog jongens met poen zitten erachter. Waar vroeger dan drie, vier, vijf gezinnen wonen, daar zit dan nu nog één gezin. Met een man, met een. Uh... Ja, zo'n zo, zo auto, dat, dat is een Audi's, een Mercedes, een Tesla's natuurlijk tegenwoordig. En die vrouw heeft dan ook een auto, want die heeft ook werk. Je, je kent dat wel. En die kinderen die, die gaan wel lekker uh, staatslaten propageren. Want we kunnen er zelf niks van als ouders. Dus uh, alsjeblieft, dat de, de, de opvoeding uh, van de overheid zijn. En dan ga ik belangrijke dingen doen. En dan hoorde ik die vrouw, jongen, over een mobieltje in de zomer. En over een mobieltje zitten ze in de tuin. En echt wel 100 meter afstand. Nou, 50, 70 meter, of zoiets. En vanaf mijn balkon, zo, een lijn. Wat zou die zijn? Nou, ik denk wel 50 meter. En dan luid, jongen, die stem. En dan zit ik dan met die hitte, met de deuren open, in mijn t-shirtje. Een beetje te concentreren op mijn C. geouwe hoer van dat, mens. Ja, dat zeg je nog wel. En dat zeg ik ook altijd, hoor. Jij zegt het nu, hè. Maar ik zeg het dus ook. Ja, maar niet dat je. Nee, wat. Ja, ja. Nee, dat, dat hoor ik ook. En de, de reden waarom ik je bel. En dat is ook dat ik het nu wil zeggen. En ja. Ja, nee, maar dat, dat heb ik al gezegd. Dat, dat heb ik al gezegd. En, ja, nee, dat, nee, ik vind dat ik het nu even moet luisteren. Helemaal gek van man. Ja. ja. En dan was er een keer volgens mij was dat dezelfde vrouw, dat weet ik niet zeker, maar dan hadden ze een barbecue. Of zoiets. Maar ze alle in de tuin en dan komen ze met. Uh, met zijn collega's die hebben ook allemaal een Audi een Huppeltje Pup of een Mercedes of een Tesla of een Mitsubishi XR3000 Huppeltje Pup, SUV of zo. Extra aftrekbaarheidsbelastingsverzekering. Want ze is milieuvriendelijk. En die luid, die burger dan, uh, iets van 6000 netto, uh, 8000 netto. Uh. Die houden er ook geen zak van over met zo'n hypotheek die ze dan moeten oplepelen. Maar... maar ze hebben dan een vrouw. En ik heb geen medelijden met zo'n kerel, dat helemaal niet. Ik heb ook geen medelijden met die kinderen. En toen kwamen de, om vier uur of zo, kwamen de eerste, Het was op een zaterdag, kwamen de eerste mensen zo aan. En, Hallo, die jongetje, nee, waar moet die oor doen? Ik kan het niet verstaan, maar je weet wel wat ze zeggen. Gaat allemaal nergens over. En dan hoor je zo dat gegniffel van die dames. Dan beginnen ze gezellig. En dan gaan er een paar glazen wijn in. En dan stijgt het aantal decibellen. En dan gaan we echt gieren van het lachen. Zo. En toen ineens hoorde ik de moeder des huizes. En die moet in de keuken gestaan hebben. Aan de audio, hè, dan kan je dat horen, waar iemand staat. Hè. En die ging te keer, jongen. En toen was het daarna helemaal stil. Toen dacht ik, oh, het lekker rustig. En al die gasten waren helemaal. Oh. Echt zo, hè? Denk je, yeah, lekker rustig. Ja, ik probeer ook naar mijn stomme YouTube-filmpjes te kijken. Je kan wel kijken naar die kattenfilmpjes, daar zit geen geluid bij. Maar er zijn ook geen kattenfilmpjes en er zit wel geluid bij. En ik heb geen zin om op mijn warme zomers zaterdag met een hoofdtelefoon op te gaan zitten. Ja, ik heb zo mijn voorkeur. En die kinderen, dat Ja. Ja, dat worden allemaal moederskindjes. Dat is toch een grote schande. Kijk, management. Het woord management. Nomen, omen, res. Management is een woord. Huishouding. Is ook een woord. In het Frans is huishouding menagerie. Het Nederlandse woord heb je ook nog manege. Dat is een paardenstal. En in een manege moet huisgehouden worden. Ja, dat is management. En voor de rest heb je specialistenwerk... En wat willen die vrouwen nou? Specialist worden of manager? En als jij wil managen, dan zou ik er maar gaan oefenen. En waar kan je dat beter oefenen dan in het huis van je man? Je hebt een man met een Tesla. Wie heb een huis? En jij gaat het even managen. En een manager is niet dat hij op de specialist afstapt en zegt: Hé, we hadden een beetje koud, ik je bent allemaal bij. En op deze manier denk je echt zelf dat het doorgaat. En dan ben je van schrik niet meer bui, weet je wel. En dan ben ik allemaal bezig, ben ik allemaal bezig. En dat is mijn jij, dat is dat ben je bent allemaal bui. Wel zo'n manager heb ik momenteel ook. <laughs> Ik sprak vandaag een collega van mij, Lachenbekje. Ik sprak Lachenbekje. Die komt uit Kleurendaal. Ik moet bij haar nog een keer op cursus Anhem zitten. hij. zit er altijd ademloos naar te luisteren. Die schaamt het er ook helemaal. Die probeert echt geen centimeter ABN te spreken. Want waar is het voor nodig? Iedereen kan klaren, de als. Heel mooi zacht dialect. En die hadden er weer onze manager van retten met Ted gegeven. Die had tegen die manager gevraagd, tegen die manager gezegd, gevraagd, aan haar gevraagd. Wat doe je eigenlijk de hele dag? Je zit wel over mij te zeiken, dat ik het niet goed doe. Maar wat doe je zelf eigenlijk? <laughs> en ik heb haar nog bedankt. Ja, dankjewel. Ik kan wel de enige zijn die overhaast zeikt en die tegen erin gaan. gaat. Het is wel fijn als ze dat van twee kanten voor de oren krijgen natuurlijk. En dan van drie, en dan van zeven, en dan van elf, en dan van zeventien. En, uh... Dag Sinterklaasje, dag, 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 dag. Zwarte Piet, zwart. oh, 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 oh. Ja, wie is een goede vrouw? Een lachenbekje, vind ik. Oh. Ja, Daar kan je wel meer lachen, dat man. Dan man. Dat hoor ik ook weer van een ander. En, uh, ja, maar uh, laatst heeft zij uh, die hele groep gedaan met één microvezeldoekje. Dat vind ik wel weinig. En dan zei ik tegen die vrouw, ja, dat vind ik ook weinig. En die vrouw die dat dan zei, ja... Huh? Dat vind ik een goede vrouw. Maar die is onvruchtbaar. Of was, of weer, ja, zij heeft geen kinderen. <coughs> Ze zorgt voor de man. Dat wel. Dat is ook weer zo'n droevig verhaal even uit te weiden. Zij is dan gevlucht vanuit Perzië hier naartoe. En ze weet, van Moss ze weet nog van de tijd van Mossadegh. Ooit in Persië hadden ze een, een korte opleving die wij hier in Nederland ook hadden. En dat heette de Gouden Eeuw. Met Willem van Oranje. Ja, Willem van Oranje is doodgeschoten, en Mossadegh ook. En nou zit ze hier en de ouders wonen in Soetermeer. Ze lijkt op mijn oma. Heel lief iemand, heel zorgzaam. Dan draai ik met haar samen een dienst. En. Nou, laatst. dat is heel leuk. Dan begin ik met haar om acht uur. Ik begin graag vroeg. Dat is de enige dag dat ik vroeg mag beginnen. Dat is vrijdag. De eerste uur met mijn persische dame, mevrouw. En daarna moet ik naar mijn eigen club. En daar heb ik de boel onder controle. Klaar. Ik heb duidelijk gezegd: als hier iemand is die vindt dat er iets vies is, dan ben ik de eerste die dat hoort. Ik heb ook een keer een begeleider betrapt. Die was aan uh, het ramen wissen, uh, lappen, toestand, amateur. Uh, hola, die je, hey, Hola, die oh. Ik zei, wat ben jij nou het doen? Zei die, die, uh, ja, ik vond die, die ruit eigenlijk wel vies. En ik denk, ik help je een beetje. Ja, ja. Ik zei, als je mij wil helpen, dan zeg je dat tegen mij. En als jij een klusje wil... Dan vraag je dat aan mij. Dus dan zeg je tegen mij: de ramen van de Groningse herenboer, die vind ik ontzettend smerig. En ik heb zin om iets voor jou te doen om jou te helpen. En dan ga ik bepalen wat die gozer gaat doen. Zo zijn we getrouwd. Ik ben daar de huishouder. En ik ben de baas in het huis. Voor wat het betreft de huishouding, meer niet. En alleen maar een stukje van de huishouding. Namelijk de schoonmaken. En waar zijn die vrouwen die er ook zo over nadenken? Ja. Alleen maar schoonmaken. Alleen maar huishouden. Mijn dochter die dreigt de boot gigantisch te missen. Dus ik, ik vind het een goed idee voor een vrouw om zo jong mogelijk te baren. Zodat je op je 24ste echt klaar bent. Met al die uh, tralalala en al die bloedpartijen. En uh, zwangerschapsschim en zo. Daar ben je gewoon mee klaar als je 24 bent. En dan heb je er drie of vijf. Nou, en tegen de tijd dat je 32 bent, dan is de eerste is 13 of zo. 14. Kijk, een vrouw is vruchtbaar met een veertiende, dus... Ja. Nou, je zegt, nou, dat wil je nog niet. Je zestiende dan je eerste kind. Maar... Als je een goed gooseltje hebt, met een brommetje en een elektrotechniek diploma, dan komt alles goed, hoor. En van een goede familie natuurlijk. He. Van een familie die deugt. Maar dan ben je snel door de kinderen heen. He. En als je dan die boel thuis. Als jij de huishouder bent. De manager. De jongen. De mensen moet je bespelen. Als een viool. Kleine... kleine, maar ze vanzelf zingen. Nou, iedereen snapt dat als de huishouding uh, niet werkt, dan is er vanavond geen boerenkool met extra doorgebakken spekjes. Dan krijg je gewoon een pizza uit de supermarkt. Dus kies het maar. Wat wil je vreten? Bordkarton? Of uh, pizza di mamma? Maar dat snapt iedereen. Dat er altijd wat te drinken is. Ah, je kent die dingen. Schoon bedje. Mam, waar liggen mijn spullen? Ja, dat soort dingen. En ja, dan moet je managen. Met mijn dochter had ik dat ook in de gaten. De godganse tijd was me dan maar sleutels kwijt zo stikzag er eigenlijk van, maar dan moet je managen. Hè? Dus als zij van school kwam, dan was het eerste dat ik tegen haar zei: sleutels in die la op die plek. Nou, dan drill je dat er een keertje vijf, zes, twee dat erin en dan ga je. Ja, na zoveel keer ga je gekke woorden gebruiken. Van weer zie je de debiel? Eh? Waar horen je sleutels ook alweer? Oh ja. Ik zie je precies. Ik hoef het toch niet elke keer te zeggen? Nee, dat hoeft ook niet. Ja, maar is, liggen ze er al? Dat ga ik zo dadelijk doen. Ik zeg, ben ik Joop de Haas of zo? Het automatische herhalingsrepetitieapparaat? Oh ja, oké, je wilt nu. Ja, natuurlijk. Dat is manager. kort houden. Aan goed weten waar je moet ingrijpen. En een correctie. En de teugels aantrekken. En als je dan weet hoe dat moet met mensen. Want dat is het, je personeel dat is geen p- soneel of zo. Dat zijn mensen. Ja, dus je gezinsleden, dat zijn niet de van oh, die zijn van mij of weet ik van wat, dat zijn objecten. Nee, het zijn mensen. En die snappen er ook niks van. Dat hoort zo. Zeker als het kinderen zijn. Nou, grijp dan in. Heel rustig. Heel kalm. Dat niemand het merkt. Alleen diegene waarvoor je die boodschap hebt. En breng het positief. Wil je mama helpen? Gewoon een vraag. Als een kind zegt nee, wat zeg je dan? Iets wat je dan kan zeggen is dat vind ik heel vervelend. Nu krijg ik een probleem. En dan laten ze erom. En dat kunnen vrouwen niet. Nou, ze kunnen wel natuurlijk, maar, maar ze doen het niet. Vrouwen zijn bazig. Vrouwen, het lijkt alsof vrouwen heel erg dingen begeren. En die willen ze dan hebben. Dat. Ja. Ik ken ook mannen, hoor, met begeerte. Ik had laatst weer met. Een hele grote uh, gozer. Heel sportief en zo. En hij zit in de begeleiding. En hij vertelde van Lego. Heel verhaal over Lego gehoord. Er zijn momenteel mannen zwaar in de Lego: Poolse Lego. Punt 1, die is niet zo duur als de officiële Lego. En punt 2, dan heb je daadwerkelijk uh, oorlogsmachines en materialen. Dus guns en zo. Uit de Tweede Wereldoorlog. Iets waar de officiële firma Lego haar vingers zich niet aan wil branden. ...en die meuk die kost dan rustig 400 euro. Voor een Pfansa T9. Maar heb je wel een Pfansa T9? Dus ja, ja bij mijn mannen denk ik dan... ...ja, dat is speelgoed... Nou, vrouwen die willen echt. Zo'n man die het speelgoed wil. Die, die denkt: Ja, dat wil ik dan, dat wil ik dan. En dan gaan ze, dan gaan ze dingen opzij zetten. Dan gaan ze dat verkopen op marktplaatsen. Dan hebben ze nog meer geld. En, 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 en dan gaan ze het kopen. Vrouwen hebben de gewoonte om iets te willen. En dan gaan ze denken: Wie kan ik dat eens vragen? Serieus? Er is een lachenbekje bij mij op het werk, die had dan carnaval vrijgenomen. In 2020, dit jaar. Dat was voor corona. Maar dat hele carnaval dat is totaal in duigen gevallen, omdat het afgelast werd door de gemeente, want het woei te hard. Stormalarmnummer paars of zo. Dus de, oh, dat is echt ja, wel zielig. Ja, dat soort dingen wens je mensen niet, toch? Ja, misschien was de organisatie het er ook wel mee eens, maar dan nog denk ik van. Ja, ja punt één, Het is een stom moment om een feest te gaan vieren in februari. Maar... Dat doe je beter op een ander moment. Maar dan nog. Ze had vrijgenomen. En dat hele carnaval niet. Dus, dus ook. Alles, alles was helemaal niks. Hè? Ik zei: Wat heb je er gedaan? Oh, zei ze: Ik heb er het beste van gemaakt. Mijn badkamer is geschilderd. Oh, zeg, uh, hoe heb je dat gedaan dan? Uh, ja. Dat vind ik wel interessant, hè? Hoe, hoe ga je nou uh, de badkamer aanpakken? Daar kan je altijd wat van leren. Ik heb ook badkamers geschilderd en keukens geschilderd. En ik heb van een schoonmoeder van mij een geweldig trucje geleerd. En dat is dat je helemaal niet hoeft af te plakken. We hebben een pot witsel, of, of wat is het tegenwoordig, hè? Die meuk. En voorzichtig gliederen. En als je maar een druppeltje scheef hebt, gelijk met je lauw, warme doekje. Nou ja, moet je wel doekjes wisselen. En... Ja, het kost een hoop tijd, maar je hoeft niet alles af te plakken. En dat scheelt ook weer. En in een badkamer denk ik, ja, dan zou ik het zo noemen. Ik wil die hele badkamer, al die tegeltjes uh, inpakken met plastic van de bouwmarkt. Dat is een gezel, man, een Dus ik was nieuwsgierig. Hè? Hoe heb je dat gedaan? Oh, zei ze, dat, het, uh, jo, dat, dat weet ik niet precies. Dus een, een kennis van mij heb ik gevraagd. Drie keer raaien hoeveel penissen die kennis had. Nul of één. Ja, alleen maar die vrouwen kennen. En die dan. de ouder laten zijn. van je kind. Dan ben je als man niet verantwoordelijk bij zich. Dat is mijn oordeel. Dan snap je het niet. Ik heb een gewerkt voor een vrouwelijke manager. En die was geweldig. Die uh, lej mij geen strobreed in de weg. En zakelijk. Dit kan wel en dat kan niet. En meer heb ik niet nodig. Ik weet nog dat ik in het project, dat project was heel moeilijk. En ik belde haar op. Ik zei: we, we moeten de actie afblazen. Dit. dit. Ik, ik, ik moet je zeggen, dat, ik zie het somber in. Ik heb toch nog uitstel nodig. En toen dus zei zij: Nou, dat kan niet. Ook heel rustig hoor. Ze zei: Nou, dat kan niet. Dus, dus ik, ik snap dat je dit vraagt. Ik vind het ook fijn dat je me belt. En dat kan niet. Wij zijn nu allemaal afhankelijk van jouw prestatie. En ik wens je ongelooflijk veel succes. Zet hem op. Knal hem er tegenaan. Het maakt me niet uit wat je doet. En zorg ervoor dat het lukt. Alsjeblieft. Want anders zijn we allemaal kapot. Kijk, dat is een goed management. Okay. Ook niet met mij bemoeien. Heb je er wel dit wel gedaan? En heb je daar wel om gedacht? En dan je nou, maar, mag ik je met je meedenken. Het zo, is ook niet goed. hè? Nee, niet zo. Alle verantwoordelijkheid bij mij laten. Dat is een goede manager. Een huis is gebouwd op een fundament. En dat fundament, dat zijn de specialisten. En als het fundament in elkaar stort, ja, dan gaat het helaas omlaag. Maar dat is niet de verantwoordelijkheid van het huis, dat is de verantwoordelijkheid van de specialist. Die ervoor moet zorgen dat het huis blijft staan. En als je kinderen hebt, die worden alleen maar geboren van zo'n vrouw die niet eens weet wat management is. En zo'n kind die ook niet weet wat een specialist is. Ja, maar wat, wat, wat denk je zelf? Als, je als, als moeder, als alleengaande moeder. dan heb jij een dochter en een zoon. En allebei zien ze jouw truttige, bazige management. En wat moet er van komen? Ja toch? Nou, jouw dochter gaat niet weten hoe een specialist eruit ziet. Dus jouw dochter die komt thuis. met een of andere vent met een gouden ketting. en een kruis van Jezus om zijn nek. En die blijkt dan later iets te doen met. Uh... Maar het is allemaal legaal. Snap je? En je zoon, die gaat niet weten wat een specialist is. Dus die gaat op zoek naar een of andere uh, je, je mama. En jouw zoon wordt een maddefakker. Die gaat zijn eigen moeder neuken. En die gaat die jonge vrouw, die jij niet kent, die gaat die alles verwijten wat jij je zoon hebt aangedaan. Het is vastgesteld dat samenlevingen met een hoog percentage aan alleengaande moeders, dat die meer asociaal gedrag hebben. Ik ken ook zo'n zo moederskind, dat is een pleegkind van Wim Kruidentuin en daar kregen wij ruzie over de vorige week. Toen zij veertien was, vijftien, toen liep ze over straat en toen gooide ze afval op straat. Toen werd ze aangesproken door iemand uit de buurt en die zei: Hé, hey, je laat wat vallen. En daar is de prullenmand. En niet hier op straat. En toen heeft ze die man een grote mond gegeven. Toen heeft die man nog zoiets gedaan als dat, dat opgepakt. en haar haar willen geven. van ik pak het voor je op, maar jij gooit het in de prullenmand. En toen heeft ze die man heel hard uitgelachen. En toen is ze hard weggehold. En mijn kind. Mijn wettig kind, die hoorde dat verhaal aan. Mijn wettig kind was toen 13, dat is ook een moederskind. En die moest erom lachen. Van, ja, precies. Zo moet je die mannen aanpakken. Laten die mannen maar die rotzooi in de prullenmand gooien als die mannen dat zo nodig vinden. Dat schoot bij Wim in het verkeerde kruidengat. Ik ben boos, jongen. Ja, maar nu sta je stil bij iets en het is zeven jaar geleden. Ja. Wim Kruidentuin heeft ook moeite met stil te staan bij 11 september. 2001. Want dat is 19 jaar geleden. Ja, ja. Zucht. Ja, wat vind jij daarvan? Ja, het gaat niet zozeer om mijn mening. Ik wou dat ik in deze een mening had. Dat ik zei: Nou, dit is precies dit. En dan moet je dit zo in doen. En dan moet je dit, dit in doen. En dan is alles goed. Dat weet ik niet. Ik, ik, ik weet niet hoe je hier uitkomt. Met al die moederskindjes. Vrouwen die respectloos zijn... ...naar de vader van hun kinderen. Ten overstaan van hun kinderen... Ja, dat die moeder zo duidelijk dat. Jij ook altijd. Vandaag op mijn werk was er een vrouw. Die had ik nog nooit eerder gezien. En het is een, een hele mooie, lange vrouw. En opgemaakt. Dat snap ik niet, hè. Waar ik werk. Dat... Waarom zou je je daar opmaken? Kijk. Robert Smith. Van de kuur... De genezing. De Cure, hè. Die maakte zich altijd op. En een bassie... Van Bassie en Adriaan. Adriaan niet, hè? Adriaan, dat heet Adriaan niet. Adriaan is een keurige man. Die gaat naar de kapper. Maar, maar Bassie hij moet zich altijd opmaken. En bij Bassie en Adriaan begrijp ik dat. En bij Robert Smith van de kuur... begrijp ik dat ook. Het heet een schouwspel en ja, dan, ja, dan doe je gekke dingen. To Toedoem. to Toedoem. to to Snap je? <middels> maar als jij begeleider bent in coronatijden en je wordt geacht met een mondkapje in de ronde te lopen. En dan moet je die Groningse herenboer leren kennen. En die vrachtwagenchauffeur. <laughs> en dan kom je opgemaakt. En dan denk ik: wie ben jij? En toen hoorde ik dat ze drie kinderen had. En haar ex. Die was ex. Want hij was alcoholist. En toen vroeg een collega-begeleider, dat is een aardige gast. Hoor. Ik vroeg, ja, en, en hoe is het afgelopen met het alcoholisme? Hoe, wat heeft hij daar verder mee gedaan? En is er nog aan gewerkt? En, uh, nee. Nou, zei ze, nee, want uh, hij, hij wilde het niet onder ogen zien. Maar snap je wat hier aan de hand is? Die man was helemaal geen alcoholist. Aan die man is nooit gevraagd waarom hij zoveel alcohol dronk. Dat had gevraagd moeten worden. Ja? Of niet? Ja, wie is er alcoholist? Is dat een reden? Ik kan, kan een man ook zeggen. Een, ja, kijk, ik heb drie kinderen. Hè? Maar die vrouw van mij, hè, die, uh, die, uh, ja, die altijd. Uh, van die hele, hele rare. Ja, die altijd, altijd moest een banaan. Als een bananist. En uh, ja, dat kan toch niet? Hè? Ja, je kan zeuren over het feit dat iemand geen auto kan rijden. Je kan zeuren over het feit dat iemand. Uh... Ja, weet ik van wat, maar je kan niet zeuren over het feit dat iemand je never in zijn keel giet. Het is jouw keel niet, het is zijn keel. En als hij dat wil doen, dan moet hij dat lekker doen. Het is zijn lichaam. Ja, mensen zijn geen objecten. Sherlock Holmes... In die romans van Sir Arthur Conan Doyle. Die snoof cocaïne. En dat mag wel. Dus Sherlock Holmes mag cocaïne snuiven. Maar Peter van de Bovenburg. die mag niet iedere vrijdagavond Lazarus worden. En waarom niet? Ik heb ook nog tegen mijn dochter gezegd. dat Als je het toch hard wil spelen, dan had het net zo goed kunnen zijn dat ik een boerderij had geregeld en ik verblijf in principe in het tuinhuis. En ik kom naar het huis om te slapen als ik niet hoef te werken. Oh, ik ben in dat beroep waarin ik zit. was het nachten doorhalen en dan, ja. met deadlines en zo. Ja? Dus dan ben ik in het tuinhuis. en dan moet je verder niet zeiken. En daar ligt ook een stretcher. of een bank. of een weet ik wel wat. Daar kan ik ook slapen. Daar heb ik ook een toilet. Laat me dan met rust. En dan deze vrouw, dus die collega die ik dan vandaag ontmoet. Hoor. Ja, die heeft er drie. Hè? Dus in Nederland, buckle up. Drie nieuwe moederskindjes in de maak. En dan gaan we tellen hoeveel moederskindjes je wel niet hebt. En ga maar niet zeggen dat als die man niet deugt, tussen aanhalingstekens, wat die vrouwen allemaal zeggen. Hè, dat dan van nature worden die vrouwen heel goed in de vaderrol. Want dat is helemaal niet waar. Ik ken ook wat andere verhaal van een vrouw. En, okay, dat is ook een collega. En die heeft zich zwanger laten spuiten door een neger. Uit Kenia. Die wilde zo graag kinderen van haar. En zij geloofde hem. En zij kwam er ook achter waarom hij zo graag kinderen wilde van haar. Want toen hij een kind had van haar, kreeg hij onmiddellijk zijn verblijfstatus en een uitkering. En was hij per definitie op dat moment de rijkste man van het dorp. In Kenia natuurlijk. Helemaal de bink. En zij zit met die drie kinderen. Van die neger. Die kinderen die zijn nu betiteld als alle drie autistisch. En daar gaan we voor betalen. Lijkt mij. En zij vertelde mij hoe het allemaal gegaan was en dat ze er eigenlijk niks aan nou, eigenlijk niks aan doen. En niemand is onschuldig, hè? <coughs> en Ze had al kinderen met een ander huwelijk, en we hebben gescheiden, en, zo. en toen deze negen vriend en. Ja, nou, en ze gauw, dus uh, die kinderen eruit kwamen, toen dacht hij van oké, okay, nou doei. Ik neem, ik, 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 ik ga niet het opgeheven vingertje houden naar uh, haar. Want ik ben geen haar beter Dus ik heb het recht niet. Ik weet wel dat het stom is wat ze heeft gedaan. In de samenleving opgezadeld met de drie moederskindjes. Ze heeft in één keer een drieklink gekregen. Drie mannetjes. Ja, ja. Er is dat begrip useless eater. Dat staat in Nomen. Omen, res. Ja? Dus je hebt het Nederlandse woord tafel. En je hebt het Duitse woord tafel. En je hebt het woord bord. En het Nederlandse woord bord, Dat is dan gelijk aan het Duitse... Tisch of zo. Ik, de, de, de zoek het even op. Ik hou niet zo van Duits. Meer iets voor mijn dochter. Ik krijg het niet aan mijn Anyway, je hebt het woord en je hebt het begrip. Dus als ik het heb over een bord, dan snap je ook wel dat een bord hetzelfde is als een tafel. Hè? Maar, dat begrijp je ook wel. Maar dan nog, het is dat waarop je het eten geserveerd krijgt. Het eten staat op de tafel. En dat is het begrip. En dan heb je het echte, en dat is het, dat het eten op de tafel staat. Dan heb je dat woord useless eater. En je hebt het woord moederskindje. Of motherfucker. En ik zeg je: die omens, die zijn gelijk. De woorden zijn verschillend. Het nomen is anders. Maar het omen is gelijk. De betekenis is gelijk. Het is uh, jammer. Het is uh, jammer, maar helaas. En ik ben geen moederskindje. Want ik heb mijn moeder vergeven. En wat mij zo toekomt, hè, nu ik mijn moeder vergeven heb, is dat ik mij ook niet meer erger aan vrouwen die ook zo doen. Zoals mijn moeder. Dan <laughs> <laughs> denk ik, nou ja, ik heb mijn moeder vergeven en jij baby, baby. En hoe we het dan moet met een samenleving. Want straks hebben wij 98% moederskindjes. Ik ben even sprakeloos hoor. Ik, ik laat rustig een pauze vallen hoor. Dan krijgen we straks ook dat in de NATO 30% van de soldaten. Uh, een uh, lichamelijke handicap moeten hebben... want anders is het niet inclusief. Dus ook de doven en slechthorenden... met gehoorapparaatjes... en een militaire dingen, wifi... dat ze alles goed kunnen horen. En waarschijnlijk ook een chip in hun hoofd. Voor alle zekerheid. Vrolijk lachend vanuit Arnhem... Neem ik afscheid. Doei!